Van harte welkom vanaf een koud en winderig circuit de Landsart in Veldhoven. Waar morgen het eerste Nederlands kampioenschap karting van 2010 gaat plaatsvinden. We hebben dit jaar 7 Nederlands kampioenschap rondes. En die zijn verdeeld over verschillende circuits. We rijden hier in Veldhoven, maar ook in Emmen, Bergen bij Os. We komen in Genk in België, 2 keer in Kerpen in Duitsland. En als het goed is rijden we ook nog een ronde in het vernieuwde en verlengde circuit van Stadskanaal. Nou, we zijn hier op een druk paddock. Er zitten hier ontzettend veel mensen. 136 mensen hebben zich ingeschreven voor het NK morgen. En ik wil niet spreken van een nieuw record, maar het is een stuk hoger dan we verwacht hadden. Ook gezien de economische situatie in Nederland. Dus daar zijn we best trots op. Behalve de oud-gedienden zijn er dit jaar ook een hoop nieuwe talenten die in de verschillende klassen instappen. En er komen wat mensen terug, wat kampioenen uit het verleden. En ook daar verwachten we enorm veel van. Nou, wil je nou alles kunnen volgen op het gebied van de kartsport, dan kan dat via onze website. Ga dan naar nab-karting.nl en dan kom je direct op onze website terecht. Behalve onze website hebben we ook een account op Hives, waar je vrienden kan worden van de NAB. Om ook op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes en mee te kunnen discussiëren over bepaalde onderwerpen. We hebben ook een Twitter-account, die zullen we zoveel mogelijk proberen bij te houden. Dat doen we hier ter plekke vanaf het circuit, maar ook heel het jaar door. Als er nieuws is op kartgebied, vind je dat het eerste via ons Twitter-account. Nou, op YouTube hebben we een eigen kanaal. Daar zul je al deze filmpjes kunnen bekijken. We hebben er van vorig jaar al een heleboel. Van dit jaar komen er een heleboel bij. Allemaal in hoge full HD kwaliteit gefilmd. Al die adressen van de Hives, van de YouTube kanaal en van Twitter kun je vinden op onze website nab-karting.nl. Ik hoop dat jullie allemaal zoveel mogelijk komen op onze wedstrijden. Bezoekers zijn van harte welkom. Morgen beginnen we om 9 uur en zijn we pas aan het eind van de dag klaar, dus je krijgt altijd waar voor je geld. Dit was het voor wat mij betreft. We spreken elkaar vast nog meer vandaag.